Voilà, een papaya is een top lekkere vrucht. Koop wel goede papaya's, zoek goed, dat hoeft niet super duur te zijn. Maar als je in een leuk winkeltje, ik hoop dat je wil rijken in een Indische winkel, fantastisch. Echt top, top, top. Zie, en dan moet je zien dat die eigenlijk heel geel is. Kom maar dichter filmen, dat je zo echt de kleur ziet. En als je ze opensnijdt, dan is hem zo mooi. Kom maar dichter. Voilà. Dit, daar maak ik zelf peper van die pitjes. Je kan die zo wel eens een beetje opeten. Film maar mij. Dat is niet even spicy als peper, maar dat heeft een hele lekkere spicy smaak. Maar vooral als je ze droogt, dus je kan ze op heel laag vuur in je oven. Ik kan die nu hierin doen. Zie je? Dat vruchtvlees is top lekker voor zo te eten. En papaya bevat heel veel verteringsenzymen. Dus dat is fantastisch voor je maag. Als je eens maagpijn hebt of whatever, is dat top voor je maag. Dat is een van de beste fruit voor je maag en je gezondheid. Zie, deze kun je gewoon zo opeten. Dat vruchtvlees is echt niet normaal. Dat is echt zo zot. Best in een Indisch winkeltje kopen. Dan weet je niet wat je meemaakt. Wacht, wat kan ik nog vertellen? Hoe kan ik die peper maken? Deze zet je gewoon zo. Dit ga ik wassen, dat vruchtvlees weg is. Dan op bakpapier zetten in de oven op de laagste temperatuur. En dan kun je top peper hebben, die in je pepermolen zelfs kan doen. Of zo eten. Voilà. Wil je nog recepten? Geef een likeje. Heb jij dit al eens gedaan? Geef een commentaar. Voilà, fantastisch. Dankjewel.